serieus en onderhindering zien. De Sarah Spierenbrooi en Safari Armstrong. Priscilla Spierenbrooi heeft in hindernis 6 en 7 goed gesprongen. We zien haar naar beneden komen op weg naar hindernis 8. En ook dit ziet er prima uit. Bij de vrachtwagens. En ook de Merkelmuur wordt zonder probleem genomen. Armstrong met op zijn rug Priscilla Spierenbrooi richting de laatste hindernis gaat, de picknickplek. En dat blijkt geen enkel probleem te zijn. En dan komen ze in een mooi tempo richting de finish.
Volgens mij zijn ze tevreden over hun kost. Die ze eindigen in een tijd van 5